Door de leegloop van de foodpassage in het centrum van Almere en met vandaag de laatste dag voor supermarkt Deen, blijft er nog maar één winkel open. Viscircus Gebroeders Koning. Maar ook die sluit over een paar maanden de deuren. De foodpassage gaat dicht, dus wij moeten eruit. Dus we hebben geen keus. Enkele bezoekers die nu nog wel komen, denken dat de foodpassage geen succes blijkt te zijn, omdat het buiten de route ligt. Het is hier haast leeg. Alle winkels zijn hier weggegaan. Het slaat niet aan. Er heeft hier een kaasboer, er heeft een slager gezeten, een notenwinkel. Hoe komt dat, denkt u? Ik denk dat het niet... De mensen lopen niet zo snel hier naartoe. Het ligt een beetje uit de winkelroute. Ja, in het begin liep het nog wel aardig. Wij parkeren onze auto daar, dus dat scheelt dan. Maar als je inderdaad niet met de auto komt en je moet dan echt hierheen, ja, dat is dan niet in de loop, denk ik. Maar de visboer vindt helemaal niet dat de winkels te weinig aanloop hebben. Nou, het gaat helemaal niet slecht. Wij hebben een gigantisch druk, echt topdrukte. En Deen ging ook goed. En ik vind Deen persoonlijk echt een topzaak. Dus ik vind het aan de ene kant natuurlijk jammer dat het een parkeergarage gaat worden voor de Floriade. Dat gerucht gaat al langer, maar de gemeente ontkent dat de ruimte van de foodpassage omgebouwd gaat worden tot parkeerplekken voor de Floriade. Hoe dan ook, bij de vissenwinkel loopt het ook vandaag storm. Ik kom helemaal speciaal uit Kruidenwijk gereden. Dus het is wel een kwartiertje fietsen. Ik kom altijd op de fiets. Ik ben al, zolang ik hier woon, ben ik vaste klant. Omdat hij hier heerlijke vis heeft. Jongeren komen niet zo vaak naar de foodpassage en de viswinkel. Hooguit met opa en oma, zegt dit meisje. Ja, ik kwam er niet, dus misschien ga ik het niet het ergste missen. Maar het is wel jammer dat ik het niet heb kunnen meemaken. De viswinkel zit al 33 jaar in Almere en is in die tijd 4 keer verhuisd. Eind november volgt de 5e verhuizing. En de visboer blijft in Almere. Maar waar? Dat mogen we nog niet zeggen, maar op een toplocatie. Dus ik ga hem achterna.